Wat wij heel graag willen is met de groep die vandaag bij elkaar is gekomen en die heeft gepleit voor een duurzaam regeerakkoord om te kijken hoe we samen verder invulling kunnen geven aan de Sustainable Development Goals de komende jaren. Al die doelen zijn erop gericht op betere situatie voor armen, voor gezondheid, toegang tot helder water. Wat we vanuit Nederland moeten doen natuurlijk, is natuurlijk eerst naar onszelf kijken, van hoe kunnen we onze eigen zaakjes op orde stellen. Maar vooral ook kijken van wat is onze invloed en impact op het buitenland. Waar ik dus heel benieuwd naar ben, is hoe snel gaan we zorgen dat het ook concreet vertaald wordt in wetten en regels en in acties. Want dat is eigenlijk waar ondernemers naar kijken. Dus een regeerakkoord met ambities is supergoed. Maar waar ik veel nieuwsgieriger naar ben, is hoe komen we nou tot daadwerkelijke daden? Nederland komt steeds dichter bij de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Er zijn natuurlijk ook wel dingen waar we het beter zouden kunnen doen. Die liggen vooral op het terrein van klimaat. We zijn nog een beetje het vieste jongetje van de klas wat betreft CO2-uitstoot. Ook biologische landbouw doen we niet zo goed. Dus het gaat de goede kant op, maar er is nog een hoop te verbeteren. Als wij het niet doen in de wereld, wie doet het dan wel? Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat wij als Kamerleden de SDG's hebben geadopteerd. Het is belangrijk om daarover te blijven praten, om het ook te delen met een breder publiek. Om te zorgen dat het niet alleen maar iets is waar je over leest of wat een soort van papieren werkelijkheid is. Maar ook om te laten zien wat er ook in het veld mee gebeurt. En dat betekent dat we moeten blijven toetsen, dat we moeten blijven meten. Ik denk dat de overheid en zeker Kamerleden het bedrijfsleven, maar ook de ministeries die dat bedrijfsleven faciliteren, zoals EZ en financiën, veel strakker de maat moet nemen. Er is zoveel wat we kunnen doen, maar voor mij is het nu heel erg het verhaal van laten we dan ook echt eens een keertje wat gaan doen. Laten we die mogelijkheden ook gaan benutten. We zijn met een aantal politieke partijen bezig om een klimaatwet met elkaar te schrijven die ook echt de mooie afspraak uit het regeerakkoord uit veel verkiezingsprogramma's ook wettelijk gaat vastleggen. Ik ben ontzettend hoopvol. Als je ziet wat de laatste tijd aan moties is aangenomen, bijvoorbeeld mede dankzij D66 is een motie aangenomen om alle fiscale prikkels op fossiel af te gaan bouwen. Niemand ziet dat, maar dat is natuurlijk een gigantische stap. De vlucht vooruit kan alleen maar samen. Hè, bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke organisaties. En dan gewoon tempo maken, want haastige spoed is goed.